moederskant. Van mijn moederskant. De familiemanden. De familiemanden. Lambert Manden en Pieter Tissing. En dat zijn Nijveenen, of tenminste, die woonden toen in Nijveen. En die hoorden dat hier Kappelos eigenlijk wilde stoppen, of in elk geval Vrouwlos wilde stoppen. En dat was ook gezegd in hun van, nou, als je eens een keer wilt stoppen, dan denk aan onze kleindochter. En toen belde mijn oma ons op van, nou ja, we hebben wat voor jullie. En we waren heel enthousiast en we belden gelijk hier naartoe om te zeggen dat we het wisten en dat we eigenlijk wel graag wat meer wilden weten. En toen zei mevrouw Los tegen ons van, ja, maar dat kan helemaal niet, want we staan helemaal niet te koop en we willen helemaal niet weg. En nee. Dus ik heb mijn oma weer opgebeld en dan zei van, nou oma, er klopt niks van. Want ze wil het niet, dus ze klopt wel, want hij zit hier, maar het dorp mag het nog niet doen. Oh, vandaar. Ik moest even onder de pet blijven. Onder de mantel gebeuren. Nou ja, toen heb ik dus eigenlijk hem aan de telefoon gehad, terwijl hij bij mijn opa en oma in huis zat. En die mevrouw is inmiddels overleden en die man leeft nog. Kappelos. Kappelos leeft nog, ja. En toen is langzaam is alles een beetje aan het ronden gevonden. En toen zijn we hier begonnen. En hoe zag het eruit? Want dit is allemaal... Ja, toen was dit wat hier nu voor ons zit, was een woonkamer. Dit gedeelte wat hier achter zit, dat was de salon. Ja. Dit was onze tuin toen. Oh. En toen hebben wij zelf eigenlijk al dit gedeelte eruit gebroken en dat het zo de salon werd. 86 jaar is dit stuk erbij aangezet en ook toen hebben we het pand ook pas kunnen kopen. Oh. Omdat we dat was zelfs de damesalon, dit. Ja, ja. De heersalon zat daar, achter die deur. Ja, achter die deur. Ja. Heer Los. Ja. Ja. Dus dat was eerst veel, veel kleiner. Veel kleiner. Ja, het was echt het van deze muur zeg maar, zo toch? En dat is vierkant zeg maar. Ja. Wij hebben wel direct dit eruit gebroken en dat stuk erbij. Dus dat met die winkel en gedeelte en dit salon gedeelte. Ja. En jullie wonen hier ook? Ja. Ja. Boven wonen we toen. Toen boven. Nu wonen we er ook achter. We hebben eigenlijk in die 32 jaar dat we het huis, er is ontzettend veel aan gebouwd. Is er nog iets van vroeger te zien aan de buitenkant? Nou, aan de buitenkant bij de voorgevel, maar dat is allemaal wel vernieuwd, nieuwe voeten erin. Maar de vorm van voren nog wel een beetje, maar het hele huis, dat is overal is weer veranderd.